Ik ben een beetje huiver om het feit dat je natuurlijk rondom havermelk, alsof dat in één keer de oplossing van alles is. En het kwaad van alles. Het is een soort symbool van iets geworden, waardoor het weer heel gemakkelijk daar de hele tijd over gaat. Ja. Maar daar gaat het natuurlijk helemaal niet om. Vanavond hebben we het over een zeer belangrijk onderwerp. Hoe brengen we plantaardig aan de man? Hoe bevorderen we de eiwittransitie? Want ondanks de groeiende populariteit en de overvloed aan plantaardige opties, domineren dierlijke eiwitten nog steeds ons dieet. Wie over de rand van de havercappuccino kijkt, ziet dus dat de transitie naar een duurzame en plantaardig voedingspatroon maar mondjesmaat op gang komt. Waarom laten we groenten in de schappen liggen, terwijl we ons te goed doen aan kiloknallers, gehaktballen en plofkippen? Waarom drink je havermelk? Omdat ik het lekker vind. En het is goed voor het planeet. Ah, oké. Okay. Nou, daar gaan we straks eventjes uitvinden of het goed voor het planeet is. Amtien, ga maar je verhaal houden. Plantaardig voedsel aan de mens brengen. Waarom willen we dat eigenlijk? Nou, er zijn eigenlijk twee simpele voedselfactoren die te maken hebben die een hele grote invloed hebben op het klimaat. En dat is allemaal doorberekend. Er is een mooie tabel gemaakt over de belangrijkste factoren als het gaat over CO2-reductie. En het gaat over het voorkomen van voedselspilling. En dat gaat over plantaardig voedsel. Dat zijn de twee belangrijkste factoren die je kunt inzetten om CO2 te reduceren. Dus als je gewoon zuinig bent met je voedsel en plantaardig eet. Nou, als we dat allemaal doen, dan zijn we in één klap van onze klimaatprobleem af. Volgens dit project. Nou, wat gaat het dan over plantaardig dieet? Waar hebben we het dan over? Dan gaat het over voornamelijk eiwit. Maar ook over vezels, vitamine en mineralen. Maar in het geval van het plantaardig dierlijk reduceren en plantaardig verhogen, dan gaat het vooral over plantaardig eiwit. Maar hoeveel eiwit heb je nodig? Ongeveer 1 gram per kilogram van je lichaam. Dus als je 70 kilogram zwaar bent, zoals ik, dan heb ik 70 gram nodig per dag. Om mijn spiermassa constant te houden. Dus het gaat niet over als ik enorme sporter ben, dan heb ik veel meer nodig. En als ik ouder ben, heb ik ook meer nodig, want de afbraak gaat sneller. Nou, als je dan kijkt naar ongeveer de percentages eiwit in de dierlijke varianten, dan zie je best wel hoge getallen bij vlees, vis, kaas. En dan zakt het al heel snel af naar melk, 3,5%. En bij plantaardig zie je notenzaden, peulvruchten, gedroogd zijn ook best hoog. Alleen als gekookt zijn weer een stuk minder, dus dat is dan wel jammer. Granen en groenten zie je al laag. En havermelk heb ik er ook opgezet, 1,1. Dus die havermelk. Aan eiwit kom je er niet aan je dagelijkse behoeften. Maar als iedereen havermelk zou drinken in plaats van gewone melk, dan zouden er veel minder koeien zijn. Of het gaat allemaal naar het buitenland natuurlijk. Er is voldoende aanbod in plantaardig voedsel intussen in de Nederlandse supermarkt. Maar het is niet wat mensen willen. Waarom is dat? Ja, als je heel veel mensen spreekt, er gaat niks boven vlees. Als je ziet op reclames, we weten nog steeds 39 kilogram vlees per persoon per jaar gemiddeld. En dat is eigenlijk niet aan het zakken. Er zijn nog steeds heel veel reclames die ons vertellen dat eten van vlees echt stoer en mannelijk is. Ja, mij spreekt het niet aan, maar jullie misschien wel, de heren in de zaal. Vlees is lekker. Ik vind vlees ook heel lekker, moet ik zeggen. Vlees eten is een oergewoonte, wordt ons verteld. Nou, er zijn ook wel andere verhalen over dat we misschien vroeger wel veel meer zaden en nootjes aten. Dus dat weet ik niet of dat echt zo is. Vlees eten is een verworven status. Sinds de Tweede Wereldoorlog zijn we steeds meer vlees gaan eten. En je ziet ook in derde wereldlanden dat vlees eten echt iets is wat je doet als je meer geld hebt. En dus dat wil je dan ook doen als je meer geld hebt. En het is nog steeds vaak goedkoper dan een plantaardig alternatief. Nou, we zien dus dat vleesvervangers eigenlijk maar een klein marktaandeel hebben. 4-5% wordt ongeveer gerekend. Wat zijn dan de barrières omdat dat niet groter is? Want we zitten nu in een zaal met best wel veel mensen die flexitarisch zijn, als ik zo begrepen heb. Waarom blijft het dan maar 4-5%? Waar blijft dat steken? Wat zijn de barrières? Dat is de smaak. De smaak van vlees en vleesvervangers lijkt gewoon nog onvoldoende. Ook al is het een stuk beter dan 10 jaar geleden.
De prijs wordt genoemd. Het is te duur. En er wordt ook steeds vaker gezegd dat het niet gezond is. Nou, ik denk, dat, daar heb jij ook wel eens een keer iets over gezegd, ooit. Nou ja, het is vaak toch ultra-processed food. Het is ultra-processed, ja. Het is te zout, over het algemeen. Dan wordt het ook vaak met soja gemaakt. En dat komt dan ook wel weer uit landen daar waar ontbost wordt, et cetera. Dus het is ook niet altijd even duurzaam. De plek in de supermarkt wordt ook wel eens genoemd. Er is bijvoorbeeld, Jumbo heeft vorig jaar een test gedaan om te kijken of als ze de plantaardige varianten vleesvervangers naast het vlees zouden zetten in het schap, dat zou helpen. Dat maakte niet zoveel uit. Dat hebben ze 7 weken gedaan. En nu is de Lidl daarmee bezig. Die doen het en hebben een schap voor plantaardige producten en ze zetten het naast het vlees. Want dat zijn verschillende doelgroepen. De ene die wil graag in een plantaardig schap iets kopen. Dat is degene die vegetariër is. En de ander wil misschien wel verleid worden om een keer plantaardig te gaan eten als hij geen vlees wil. Dus plantaardig voedsel is duurder. Vleesalternatieven duurder dan vlees. Dat komt door de marges. Er zijn hogere marges dan vleesalternatieven. En natuurlijk de schaalgrootte. Vlees is natuurlijk veel grotere schaal geproduceerd en is dus ook goedkoper. Hier zie je een grafiek wat een berekening heeft van de groente en fruit. En je ziet dat groente en fruit bijvoorbeeld ook nog steeds duurder zijn dan de gewone algemene voedingsmiddelen zijn. En wat mij schokte eigenlijk is dat, dit is een onderzoek van 2022 van een stichting ProVeg. Vlees en de zuivelsector krijgt veel meer geld, subsidie, steun, dan plantaardige alternatieven. Nou, dat is een systeem wat echt moet veranderen. En dat is in de EU is het ook zo. Dus verandering van routinegedrag gebeurt alleen als, ofwel het is heel verleidelijk, ofwel het doet pijn, het is duur, of je schaamt je ervoor, of iedereen doet het. Dus dan ga je iedereen achterna om dat ook te doen. Of omdat het niet anders kan, zoals in coronatijd, gebeurde er in één keer iets waardoor we heel veel dingen niet konden doen. Of omdat je gezondheid het niet toelaat. Of je hebt een bewust gemotiveerde keuze gemaakt. En zelfs dan is het moeilijk. De voedselomgeving bepaalt ook of er gelegenheid is voor plantaardig voedsel. Dit is een onderzoek, het ging al over gezond eten. Maar dit was een onderzoek van een collega lector van mij in de buurt van de Has. Naar al die punten die daar staan, dat zijn allemaal plekken waar je kant-en-klaar gemaksvoedsel kan kopen. Daarvan was 92% schijf van 5. Als je dus in je omgeving heel veel plantaardig kunt vinden, ik denk dat in Amsterdam dat veel meer het geval is dan in Den Bosch bijvoorbeeld, dan zul je het ook meer gaan doen. Dan heb je die keuze ook. Dus die gelegenheid is belangrijk. We hebben een onderzoek gedaan naar een kantine bij ons op de Has. En we hebben gekeken met name naar de looproute. En dan bleek dat de salades eigenlijk uit de looproute stond. Dat de broodjes eigenlijk echt niet allemaal gezond waren. En dat de kassa vooral ongezonde snacks hadden. En dat we eigenlijk de warme snacks, hè, de sausage broodjes en die lekkere dingen, zeg maar, die vetten en met vlees, dat die eigenlijk midden, pontificaal in het midden staan. Dus die staan eigenlijk wel heel verleidelijk te wezen. Dus wat hebben we gedaan? We hebben de counter omgedraaid. We hebben meer aandacht gegeven aan salades en fruit. En dat gemeten in verkoopcijfers. En nou ja, dat blijkt dus ook wel dat je dan fruit en salade kunt verkopen door dat net op een andere plek te zetten en meer aandacht te geven. Maar wij waren niet klaar met ons onderzoek. We hadden onze kont niet gekeerd. Of het was weer weg, die hele nudge. En het was weer als vanouds. Dus dat betekent dus dat je meer moet doen, ook met gedrag niet alleen van de consumenten, maar ook met de medewerkers. Iedereen die daarachter staat. Het hele systeem moet je eigenlijk meenemen. Dan vliegen we vast zitten. En dan blijven we even onder lectoren, want we gaan namelijk verder praten met jou. Maar ook met Rijnd-Jan Rennes. Ja. Rennes, ja. Jij bent namelijk ook dus lector psychologie voor een duurzame stad. Ja. Promoveert sociaal psycholoog aan de Vrije Universiteit. En je weet alles over effectieve gedragsbeïnvloeding. Alles, hè, weet je daarover. Nou. Alles. Ja. Je was lid van het kernteam RIVM Corona. Ja, dus hoe heet dat ook weer? De gedragsunit. De gedragsunit, ja. Klopt. En Hogeschool van Amsterdam, psychologie voor een duurzame stad. Afval en energiearmoede tot eiwittransitie. Rijnd-Jan, hoe heb je geluisterd naar dit verhaal van zojuist?
Ja, ik denk dat er heel veel herkenbare elementen in zat. Ik heb altijd wel, als ik naar dit verhaal luister, ja. Ik vind het altijd heel fijn dat het gaat over datgene waar we naartoe moeten. Ja. Maar wat we vaak onderschatten is datgene waar we van los moeten komen. Oké, waar moeten we van loskomen? Nou ja, van datgene wat we iedere dag nog steeds voor heel veel mensen gewoon is. Dat we gewoon denken dat we eten gemiddeld is het, jij zei 39 kilo, maar het is 30 kilo in ieder geval wat we aan rood vlees eten gemiddeld per persoon per jaar. En de Gezondheidsraad zegt dat... Nou, inclusief botten hoor ik hier, maar... Die eten we toch niet? Nee, maar dat wat is wat... Wordt in die kilo waarschijnlijk, botten zitten daar ook bij, dus... Maar als je dat dus kijkt naar wat dan vanuit de gezondheidsraad alleen... dan heb je het over 6 kilo wat we zouden moeten eten. Dus er zit een gigantische overconsumptie van dit soort eiwitrijke vleesproducten. Dat gaat ook over zuivel. En daar komen we heel slecht van los. Dus je kunt wel zeggen, er komt een alternatief. Dat gaan we zo aantrekkelijk mogelijk maken. Maar je moet vooral ook heel goed gaan nadenken... wat maakt dat we eventueel ons los kunnen maken van datgene... Waarom komen we daar zo moeilijk van los? Ik bedoel, je hebt er natuurlijk al wat dingen over gezegd, maar... Nou, dat zit hem toch wel vooral aan in het feit... dat het echt zo ongelooflijk ingebakken zit in de samenleving... op alle mogelijke manieren. Het is nog steeds voor toch wel 90% de norm. Het is gewoon datgene wat we doen... Het zit in het aanbod, het zit in de infrastructuur, het zit in de prijs, het zit in de subsidies, het zit door alles heen. Dat wat roken was in de jaren 70, dat gewoon 80% van de samenleving rookte. En dat op ieder feestje dat al klaar stond, dat is vlees in nog vele mogelijk grotere mate. Ja? En ook zuivel. Ja, het is echt totaal door de hele organisatie. Ja. Ja. Ja, en het is niet, het is niet normaal. Het is normaal om vlees te eten, misschien in deze zaal niet, maar... Leidt het niet ook tot irritatie? Dus ook wel tekenend. Wij gaan hier dus nu eigenlijk hier vanuit de Bali... dat staat dan toch voor die havermelk-elite. Wij gaan nu eigenlijk aan de rest van Nederland zeggen... dat ze er dus mee op moeten houden. Maar ik niet hoor. Ik zeg het niet tegen mensen dat ze op moeten houden. Nou, maar ik vind het toch wel een beetje doorklinken in je verhaal. Nee, ik probeer te verklaren waarom het zo moeilijk is. Ja. Maar ik zeg niet tegen mijn 4 broers uit Twente... dat ze het niet meer mogen doen. Nee, en ze zien wel dat ik ze... Zij kopen voor mij tijdens de barbecue ieder jaar wel een plantaardig iets. Het gaan ze zoeken in Diepenheim of dan hebben ze een zo'n ding. Maar zelf eten ze gewoon nog vlees. Ja, en dan wordt geen gesprek over. Zeker, maar dan vinden ze het meer een beetje gek dat ik dat doe. Maar aan de andere kant is het... Ik ga niet tegen zeggen dat zij dat niet meer mogen doen. Maar het aardige is wel dat ze daarmee in ieder geval worden geconfronteerd. Net als de gele OV-fiets die ze 1 keer in het jaar in het dorp zien. Omdat die natuurlijk ook... Dat ben jij ook weer. Ja, dat ben ik ook weer. Maar het grappige is dat mijn man is een vleeseter, een Duitser, houdt van zijn vlees... Ja, waarom zeg je nou meteen bij het Duitser? Ja, hij is een Duitser. Hij is een Duitser. Hij houdt van zijn vlees. Ja. Goed vlees. Maar hij gaat zonder blik of blozen gaat hij vlees alternatieven eten... als zijn dochter vraagt dat hij dat doet. En, in Duitsland is de vleesconsumptie enorm omlaag gegaan. Ja, en toch... ik ben toevallig gisteren in de Rewe geweest. En daar staat wel wat vlees alternatieven, maar het is heel weinig. Maar ik vind wel wat je zegt over je dochter. Want dat is natuurlijk een van de dingen dat je altijd vraagt. Hoe komt het dat iemand toch weet te kantelen? En dan is het wat we dan noemen de significante ander. Dus inderdaad, die ander die wij heel belangrijk vinden. Dat kan dan inderdaad je kinderen zijn of het kan iemand anders zijn. Dat is een hele belangrijke. Ja, mijn dochters zijn inderdaad allebei vegetariër. Okay. En ik kook altijd thuis. Maar ik kook dus eigenlijk nooit vlees thuis. Nee. Maar dat is wel soms dat ik soms als ik dan uit eten ga. En ik weet en dan zeg ik dan, ja, dat is dus... Dat heeft iemand met wie jij werkt vorige week ook uitgelegd. Dat heet de cognitieve dissonantie. Ja. Dan denk ik van, nu ga ik naar een restaurant... waar ze echt heel verantwoord vlees maken. En dan mag het wel eventjes. Dan heb jij jezelf gewoon helemaal in je hoofd het recht gepraat. Ja. Datgene wat natuurlijk nog steeds krom is. Ja. Ja, heel knap. Ja, dat is wat we heel knap, veel doen. Dat kunnen wij als mensen dat kunnen. We hebben echt zo veel gigantische kopingsstrategieën. Wij kunnen dat dus heel goed. Ja. Dus eigenlijk... Maar de samenleving die maakt het ons ook heel makkelijk als het gaat om vlees. Ja. Dus het is niet alleen dat wij het heel goed kunnen. Maar in geval juist van voeding is ook nog eens een keer dat de hele context tot en met de reclame en de marketing toe. Die maakt het voor ons ook wel heel makkelijk om het ook wel oké te vinden om nog steeds vlees te eten. Ja, dus hoe ik ben nu zelf een boek aan het schrijven over de obesogene samenleving. Ja. Over hoe we dus dik gemaakt worden door de samenleving. En daar heb ik ook gesproken met de voedingswetenschapper Jaap Seidel. Die jullie waarschijnlijk ook wel kennen. Zeker. En die zegt eigenlijk dat wij dus een soort bal tegen een helling moeten opnemen. Opdruk. Dus dat eigenlijk willen we misschien zelf, hebben we nog wel een soort wens om dat niet te nemen. Maar die hele maatschappij is eigenlijk de helling waar we tegenop moeten duwen. En hoe armer je bent, hoe groter die helling ook nog is. Omdat dan is er nog meer ongezond voedsel in je omgeving. Je hebt nog minder geld, je hebt nog meer stress. En ik neem aan dat... Ik denk dat geld dus een belangrijk middel is om te kantelen. Want dan gaan mensen het zelf daarvoor kiezen.
Ik denk dat geld is the key to everything. Als je het goedkoper maakt, ja, plantaardig voedsel. Ja, maar wat ik ook belangrijk vind, maak ook datgene wat je niet wil duurder. Kijk, ja, kan ja, nee, dus dat moet dus elkaar... En het is ook, het is niet alleen geld, het is natuurlijk ook gewoon regelgeving. Het is een gelijk speelveld. Ja. Het is het aanbod bij het één omhoog brengen, maar het aanbod bij het andere ook omlaag brengen. Je en kan wel belonen. Alternatieven, ja, maar je kan ook een alternatief in de supermarkt aanbrengen, maar zolang nog steeds 95% van het andere ook wordt aangeboden, ja, waarom zou ik dan dat andere kopen? Ja, jij had het al over die subsidies, wat zei je nou? 71... 71 keer meer richting dierlijk, ja, richting plantaardig. Ja. En wat ik dus ook niet snap, als je als maatschappij of als regering zou willen dat het meer plantaardig wordt, dan heb je heel veel tools. Je kunt bedrijven belonen door meer met plantaardig te doen. Je kunt mensen belonen door meer maar met plantaardig. Maar de kans dat we natuurlijk de komende jaren vanuit de overheid op dit gebied ja iets aangeraakt krijgt, is natuurlijk heel klein. Want je zegt dan wel van ja, als we dat zouden willen, maar het is altijd heel heel interessant dat je natuurlijk al nou in we hadden in Glasgow de top waarin onze eigen minister-president actie riep. In Egypte daarna moeten onze beloftes nakomen. Nou, heeft nu net weer geroepen dat het echt heel belangrijk is dat we wat gaan doen. Maar op dat generieke niveau is dat heel makkelijk zeggen. Totdat natuurlijk de oplossingen eronder gaan hangen. En dat is wat we dan noemen solution version. Ja, je wil niet dan ook de oplossing die erbij hoort. Maar wat kan je het eigenlijk... is er een parallel met het hele debat over bijvoorbeeld de fossiele transitie? Ja. Denk ik wel. Ja. Het bestaande systeem houdt zichzelf ook in stand. En als je dus niks doet om dat bestaande systeem kapot te maken, ja, dan blijft dat in stand. Maar er zijn natuurlijk heel veel gevestigde belangen, ja, rondom het bestaande systeem. En op het moment dat je daarin niet... Dat is natuurlijk wat er bij rook ook heel lang gebeurt. Dat de industrie krijgt nog steeds de ruimte om een soort... De merchants of the doubts werd dat ook wel. Want natuurlijk in het begin nog heel erg de twijfel werd gezegd. Is het eigenlijk wel nodig? En zo slecht is het helemaal niet. Nou, dat zie je natuurlijk rondom fossiel. Zelfs de gastheer dit jaar van de klimaattop. Die twijfelde of de science er wel over eens was. Dat we fossiel wel degelijk moesten af laten nemen. Dat was geen enkel wetenschap die dat... En dan moesten we in grotten gaan leven. Ja, dat zou wel de consequentie zijn. Dus ook daarin zijn we natuurlijk heel goed om dan... De marketing van wat we allemaal wel niet gaan verliezen op het moment dat wij geen vlees meer gaan eten en geen koemelk meer gaan drinken. Nou, dat is volgens mij gaan we dan een gigantisch naar leven tegemoet. Ja, want kijk, wat volgens mij is het zo dat de gemiddelde flexitariër in Nederland nu meer vlees eet dan een gemiddeld mens in de jaren 60. Ja. Ja, maar dat vind ik ook zo grappig. Dat wordt altijd nostalgisch gedaan, alsof ja, we altijd vlees aten. En als we echt weer teruggaan naar de jaren 60, 70, nou, dan vind ik het al helemaal goed. Want dan eten, wat is het, 1-2 stukjes vlees? Ja, je had chic vlees op zondag en dan had je nog gehaktdag. Ja. En dat was het. Woensdag, toch? Woensdag was het. Ja, lijkt me heel goed. En hoeveel ook en niemand die zei, ik ben flexitariër. Niemand deed daar stoer over. Nee, dat was gewoon de standaard. Ja. 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 Heel eventjes nog, want die mevrouw die luistert eigenlijk... die zit alleen maar te wachten van wanneer komt nou dit verhaal over die havermelk? Van waarom ik dacht de sprinkhanen. De sprinkhanen komen we ook nog, maar waarom moeten ze mij hebben? Wat is er zo slecht aan de havermelk? Wat is slecht aan havermelk? Ja. Havermelk is gewoon water met een beetje eiwit. Meer niet. Maar goed, als je koffie drinkt, drink je ook water met een... Oh, havermelk is ook niet slecht. Nou, je bent er best wel negatief over. Nou, ik vind het geen vervanging voor melk, maar het is niet slecht als zijn. Er zit gewoon niet zoveel voedingswaarde aan. Punt. En daarmee vervang je wel heel veel melk als je heel veel havermelk verkoopt. En die melk hoeft niet meer gemolken te worden, dus die dieren heb je niet meer nodig. Dus dat is wel positief aan havermelk. Maar ik ben niet een... Ja, je zou kunnen zeggen, er wordt nog steeds het land gebruikt om iets te verbouwen... waar je eigenlijk niet zo heel veel aan hebt. Je kunt ook koffie drinken zonder melk. Ja. 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 Nee, dat kan ook. Ja. Ja. Dus is het niet zo'n lekker schuim? Ja, ik vind het gaat ook om het alternatief koemelk of havermelk. Ja, dan kan je, als het gaat om CO2-uitstoot, sowieso beter havermelk nemen. Maar ja, je kan ook geen havermelk nemen, dat klopt. Dan drink je het zwart. Maar jij bent niet zo negatief. Nou, ik ben een beetje huiver om het feit dat je natuurlijk rondom havermelk... alsof dat in één keer de oplossing van alles is. En het kwaad van alles. Het is ook de havermelk, linkse havermelk, elite. Dus het is een soort... symbool van iets geworden, waardoor het weer heel, heel, heel gemakkelijk daar de hele tijd over gaat. Ja. Maar daar gaat het natuurlijk helemaal niet om. Dat is een beetje jammer, dat je dan een soort gekke, duurzame schijnbeweging maakt. Weet je wat, ik drink havermelk in mijn koffie, dan mag ik in ieder geval nog wel 3 keer in het jaar vliegen. Ja, laten we even dat soort dingen wel in verhouding gaan brengen. Maar ik hoop dat ze... Vlieg je wel? Oh, dat is heel jammer. Dit. Maar ik hoop dat je het vooral drinkt, omdat je het lekker vindt. Okay. Ja. Nee, maar wat je ziet, dan is havermelk is wat we noemen een moral
licensing om al dat andere wel gewoon te doen. Het is een license toe ongelooflijk niet duurzaam te zijn, want ik drink wel mijn haven. Maar ja, als het zo gaat gebruiken, gaan dat soort uitwisseling krijgen. Ja, ja, dan is het. Vind je dat we het probleem nu genoeg geschetst hebben? Kunnen we al een beetje kijken naar van nou, hoe kijk met jezelf van nou, de politieke verhoudingen in de Tweede Kamer zijn er niet naar dat er nou dat je vanaf daar nou de grote veranderingen moet verwachten. Hoe moeten we nou dan? Ik wacht het nog even af, hè? Je kan toch hopen, stel ik voor. Dus, maar ja, het ziet er niet heel goed uit. Nee, ja, het is in ieder geval, je kan in ieder geval zeggen dat er ook gewoon een hele grote stroom in Nederland is die er niet per se op zit te wachten. Ja, maar dat vind ik wel heel complex, omdat ik er niet zo goed kan duiden waarom mensen nou hebben gestemd op de partijen die nu zo groot zijn geworden. Is dat nou echt omdat ze zo? Want we zien wel dat vorige week was nog het bericht dat toch wel 80% van de samenleving zich wel degelijk druk maakt om het klimaat. Dus het is niet zo dat we nou massaal er niet om geven. We hebben gewoon verkeerd gestemd alleen. Nou ja, misschien heb je heel goed gestemd als je om een ander thema het daarom koos. Ja, maar ik vind het te cynisch om meteen te denken. Nou ja, ik bedoel dat niet cynisch, maar ik denk van ik kijk gewoon naar die uitslag. En denk ja. Nou, het is niet zo dat dit nou een golf van klimaatveranderingsgezindheid hier nu nee, in de Kamer we hebben niet komt. Massaal op Jette onze klimaatminister gestemd. Nee, dat klopt. Nee, en ook niet op de. Maar er is geen stem tegen het klimaat per se. Het is alleen misschien vooral een stem voor iets anders. Dat kan. Nou, bedoel, het is een stem tegen van alles en nog wat. Maar goed. Ja. Oké, laten we daar. Ja. Maar ja. In ieder geval, ik kan me niet voorstellen dat jullie de hele tijd alleen maar denken van, nou, wat komt er uit Den Haag en wat komt er uit de provincie? Nee, maar hoe niet. Kunnen we dit nou aan? Hoe kunnen we nou toch die verandering in gang zetten? Of is die al in gang gezet? Die verandering is sowieso in gang gezet. Dat zie je al hier aan deze groep. Het is wel echt zo dat. Zou je dit vraagstuk alleen al 5 jaar geleden op deze manier hebben besproken, dan was die al wel minder vanzelfsprekend. Dus het gaat in die zin vrij snel. En waar mijn hoop in ieder geval een beetje in zit, is dat we. Dit is één. De eiwittransitie is één van de vele transities rondom klimaat die gaande is. We hebben natuurlijk ook de energietransitie. We gaan rondom duurzaamheid, rondom duurzaam vervoer. En dingen allemaal samen. Dus wat je ziet is. Dat noemen we ook wel die social tipping point. Dat we langzamerhand als samenleving wel steeds meer richting iets toegroeien. Waarbij het vanzelfsprekend wordt. Dat in de keuzes die we maken je ook nadenkt. Is dat wat ik hier doe ook goed voor de aarde, voor toekomstige generaties? Dat is geleidelijk aan het veranderen. Ja. En dat is wat je dan ziet. Dat hoeft maar een relatief kleine groep van de samenleving. Dat kan zo'n 20 tot 25% van de samenleving zijn. Die met elkaar zegt, eigenlijk zouden we het heel anders moeten doen. En dan kan het in één keer ook razendsnel explosief gaan versnellen. Dus nu gaat het nog heel traag. Ja. En eerlijk gezegd, daar zit een beetje mijn huiver. Dat door de verkiezingen nu niet extra versneld wordt. Dus misschien moeten we nog even 2-3 jaar even wachten. Maar daarna kan het in één keer zomaar weer door andere mensen die er dan weer zitten, ook 2-3 jaar later in één keer explosief omhoog gaan. Ik denk ook dat het verandering. Je ziet, ja, je hebt zo'n curve transitie. Ja. Maar dat gaat ook wel met horten en stoten. En als het dus nu gaat het weer een beetje terug. Maar daardoor kan het misschien daarna weer flink. Ook omdat er een tegenweg komt. Er is natuurlijk een groep die wel het gevoel heeft. Oké, misschien moeten we er niet helemaal meer op hopen dat het in Den Haag per se besloten wordt. Provincie zou ik met BB ook niet meteen denken dat het daar nou heel erg snel gaat gebeuren. Wat je dan ziet is dat er dan een groep naar onder is komt. Zegt, en dat noem ik een soort overdracht van waakzaamheid. Als zij het niet doen, nou, dan gaan wij dat thema oppakken. En dan gaan we er nog ietsje harder tegenaan. En kijk, jij zei, gek, ik had verwacht dat je dat met iets meer gêne zou brengen. Maar dat heb je helemaal niet gedaan. Je hebt bij Campina gewerkt. Ja. Ja. Dus jij zat eigenlijk nog. Ik zat in de melkmotor. Je hebt dus jarenlang voor de dark side gewerkt. Ik vind het niet de dark side. Alleen, er is een nieuwe samenleving. Er zijn belangrijke andere waarden. Ja. En daar moeten we in mee. En daar moet Campina ook in mee. Ja, nee, want dat vroeg ik me nog af. Op een gegeven moment gaan bedrijven natuurlijk inzien. Okay. Ja. Dat dingen geld opleveren. En dat is natuurlijk eigenlijk altijd de grootste motor voor de witte gnoter. Ja. Voor het bedrijfsleven. Kan het dan niet over die boeg gewoon dat ze denken van, nou weet je wat, we zijn deze discussie al voorbij. Net zoals er elektrische auto's op de markt komen. Het feit dat Campina nu sojamelk en havermelk verkoopt, zegt toch al genoeg. Nou ja, maar nee, daar ben ik niet helemaal mee eens. Want ze verkopen al het andere toch nog steeds nog veel meer. Dus het is, zolang er geen regelgeving komt, zullen ze dat andere wel gaan doen. Dat is een winst die ze erbij pakken. Maar ze hebben geen enkele baat bij om datgene wat echt de grote motor bij ons, om dat meteen ook af te gaan bouwen. Dus wat je ziet is. Behalve misschien als al die subsidies, dus niet eens.
Je zult een systeem daarnaast moeten opbouwen waar die bestaande status quo ook daadwerkelijk steeds ongemakkelijker wordt, duurder wordt voor hen, steeds lastiger wordt. Als dat niet gebeurt, dan gaat die transitie in ieder geval niet snel genoeg. Die transitie zal er komen, die is onafwendbaar. We gaan natuurlijk richting 2050 dat allemaal wel doen. Maar het tempo waarin het moet, zal vanuit het bedrijfsleven niet snel genoeg gaan. Dat zal een overheid, die zal daar moeten in gaan grijpen. Dat is net zoals, ik weet niet, ken je de zoutgehalte in brood? Die is in 10 jaar tijd, is die bijna gehalveerd. Gewoon door elk jaar, dat is een soort afspraak. Ja. En elk jaar is het gewoon een klein beetje. En daar hebben we allemaal niks van gemerkt. Nee. Nou ja, het grappige is dat bijvoorbeeld Samuel Levy die zei, of iemand had het tegen hem gezegd en hij heeft het weer opgeschreven, dat, zo gaat het ook wel eens, dat... als je bijvoorbeeld, je hebt heel veel van, dus we kunnen natuurlijk gaan hopen op veganisten en mensen die dus heel diehard tegen het vlees zijn. Maar zei, als je nou van alle voorverpakte, bieflapjes of speklapjes, als je daar overal gewoon 20 gram af zou halen, dan zou dat veel meer soda aan de dijk zetten. Ja. Ja, maar wat ik altijd zo jammer vind, is dat het dan heel erg wordt teruggebracht tot één productje waar we iets moeten doen. Maar die transitie in totaal. Ja, maar goed, hebben de voeding een klein beetje opgelost. Maar het gaat natuurlijk al helemaal niet over die voeding alleen. Het gaat over dat we op een hele andere manier moeten gaan kijken naar hoe wij consumeren en wat wij eten. Omdat het gaat ook natuurlijk niet alleen maar over klimaat, het gaat ook over dieren. Het gaat ook over hoe wij sowieso kijken naar wat wij doen en met welke waarden wij keuzes maken. Maar ja, en dat dit wordt vaak begint vergeten. Met kleine stukjes, porties kleiner maken. Ja, maar moet ook bewust worden bij. Er moet ook een verhaal bij. Het gaat ook nog steeds over educatie. Ik hoor heel veel mensen die dan inderdaad, die zijn dan vegan, maar die eten dan in één keer heel veel meer kaas. Ja, dat is het probleem alleen maar groter geworden als je nog steeds kaas blijft eten. Dus het gaat ook over kennis, het gaat ook over wat de keuzes die we maken en de consequenties die het heeft voor de Global South, wat dat doet. Dus dat je onderdeel bent van maar collectief. Ik snap dat, maar krijg je als mensen nu nog wel echt verstokte vleeseters zijn, die krijg je toch niet zo snel naar dat. Die krijg je eerder naar ons systeem dan naar jouw systeem. Ja, maar we moeten ons ook niet meteen gaan richten op die verstokte vleeseter. We richten ons op een hele grote redelijke midden. Die echt wel op het moment dat zij doorhebben. Maar die redelijke midden is nog steeds toch best wel vleeseter. Ja, maar die hoort natuurlijk eigenlijk vanuit de markt en vanuit de overheid. 3-4 jaar geleden mocht in de landelijke klimaatcampagne het hele woord voeding nog niet voorkomen. Dus ook de overheid vond het heel eng om dat thema te adresseren. Dus ja, zolang je dat niet hoort, dan weet je ook niet beter. Het is bij roken normaal. Natuurlijk precies hetzelfde geweest. Zolang we heel lang. Toen Ab Klink verplicht moest vertellen dat we niet meer binnen overheidsgebouwen mochten roken, deed hij dat in een rookhol. Omdat hij dat niet. Hij vond het zo moeilijk om het tegen mensen te moeten vertellen. Dus we vinden het heel moeilijk om als overheid tegen mensen te vertellen wat gewoon goed voor ze is. En dat is natuurlijk bij dit ook. Dus jij wilt de mensen toch wat meer gewoon dingen opleggen? Nee, beide. Maar doe het slim, tuurlijk. Ga ook datgene wat je doet. Maar het gevaar is een beetje dat we de hele tijd alleen maar de dingen willen doen waar mensen geen last van hebben. Maar dit vraagstuk, in de tempo waarin het moet, gaat ook frictie opleveren. Daar moet je een beetje voor durven staan. Het interessante is dat we zien uit alle studies, er is vorig jaar nog een hele mooie meta-analyse verschenen, die laat zien op het moment dat mensen in één keer klimaatvriendelijke keuzes in het leven maken, gaat meer dan alleen voeding, dan wordt hun leven oprecht gelukkiger. Mensen voelen zich prettiger. Dus je voelt per direct een glow. Ja. Je denkt, oh, wat goed eigenlijk dat ik eens een keer een springhaan eet in plaats van. Dus dat is al fijn. Maar je gaat ook in de bredere zin. Laat het over springhaan. God, je haalt zoveel overhoop. Eén ding nog is wel dat ik dus laatst had gehoord, dus hier in diezelfde avond, dat de eiwit, als een geslaagde eiwittransitie levert klimaat. Technisch, om maar zo te zeggen, meer op dan een transitie van de fossiele brandstoffen. Klopt dat? Ja. Dat durf ik. Ja, ik ben geen klimaatwetenschapper. Ik vind dat soort cijfers altijd heel erg lastig. Moet je maar eens naar die site kijken, die Project Drawdown. Ze zeggen ook dat huishoudens, die zijn voor 85% verantwoordelijk voor alle CO2-uitstoot. Maar het is maar net wat je meerekent in de keuzes van wat een huishouden doet. Dus het is zo moeilijk om dit soort ketens echt tot op zuiveren te berekenen. Dus dan zou je even de berekening moeten weten wat wel en niet mee. Ja, maar het is in ieder geval voeding is belangrijk. Als je dat wil zeggen, nee, maar het is ontzettend belangrijk. Het is in ieder geval zo dat mensen inmiddels wel weten van nou, vliegen is gewoon heel slecht. Ja. Maar dat is misschien het besef dat vlees eten voor het klimaat dat net zo slecht is, dat weten we. Nou, en sterker nog, dat zuivel ook heel slecht is. Dat kaas eten, dat weten ze en nog dat, minder. En dat voedselverspilling nog erger is. Eigenlijk. Ja. Dat is nog. Oh, maar dus eigenlijk vegetariër worden heeft eigenlijk geen zin. Je moet meteen door naar vegan. Nee, het heeft zeker zin als we dat met z'n allen gaan doen. Nee, we moeten dat is een eerste stap. Je moet langzaam naar een andere identiteit. Dat is eigenlijk waar wij zitten nu rond de 40% aan eiwit. Het plantaardig eiwit in ons dieet en we moeten naar 6%. Dan zitten we redelijk oké. Okay, nou. Maar voor iedereen, laten we duidelijk zijn, voor iedereen is iedere stap die je zet, die doet het toe.
Dus dat is sowieso waar. Maar ja, dus eigenlijk aan de ene kant zeg je, ik wil gewoon een heel groot verhaal. En dan, ja, en dan onderschrijf ik dat en zeg je, ja, nou, elk stapje is goed. Is ook goed. Ook, ja, ja, maar het is niet zo digitoom zoals je het zo graag wil hebben, Teun. Met jou, Teun, ja, maar Teun, jij wil het heel graag simpel hebben. Alles, ja. Ja. Ja, maar jij wil het graag simpel hebben, maar we moeten accepteren dat het ook wat complexer is. Maar we zijn hier in de balie, de mensen zijn niet zo slim. Ah, oh, die mensen kunnen dit wel aan. Ja. Die kunnen dit, ja, die wel kunnen aan. Ik wil jullie hartelijk danken. Antien Zuidberg, Rijnt-Jan Rennes.